Marvin, de zoon van Connie Wietman, is weer thuis na een IC-opname. Dat laat de oud-zangeres weten op Instagram. Marvin werd vorige week vrijdagavond opgenomen in het ziekenhuis met corona. Maandag werd hij overplaatst naar de intensieve care en lag sindsdien aan de beademing. Tekst gaat verder onder advertentie. Toen ik moeder werd, heb ik de meest pure vorm van liefde mogen ervaren. Iedere ouder zal zich hierin herkennen, schrijft Wietman. Je denkt altijd dat een ander het krijgt, maar jouw familie niet. Tot het je treft. Dan pas krijg je die eye-opener hoe gevaarlijk en levensbedreigend COVID is. Wietman zegt onwijs blij en dankbaar te zijn dat Marvin weer thuis is. De oud-zangeres noemde de situatie eerder al haar worstnachtmarre, Ever. Buzzelets blokkade.